Nou, ik ga met het rapport wat Yves de Boer naar buiten heeft gebracht, ga ik gesprekken aan met de vijf partijen die hij heeft genoemd. Met name om te kijken van is er voldoende basis om al het formatieproces in te gaan. Tot nu toe is de conclusie dat we nog niet zover zijn. En dat het met name gaat om, spreek het oud zeer goed uit. Hè, de irritaties die er tussen personen en tussen partijen zijn. Pas als dat echt uit de weg is, dat gaat eigenlijk over alle raadspartijen. Pas dan kan je een stap maken naar een formatie. Ja, want voor de helderheid, Yves de Boer heeft geconcludeerd van een brede coalitie is nodig. En dat zou goed kunnen met VVD, D66, GroenLinks, SP en Partij van de Arbeid. En u gaat nu met deze partijen alleen praten? Ja, ik ga met name met die vijf partijen praten. Hè, want dat is zijn advies. Om te kijken van, komen we uiteindelijk op een moment dat er voldoende vertrouwen in elkaar is om ook echt naar de inhoud te gaan. En ook echt te kijken of je dan een coalitieakkoord met elkaar kan maken. Is dat niet eigenlijk omgekeerde wereld? Is het niet veel gebruikelijker of logischer om te zeggen, we kijken eerst naar de inhoud en dan gaan we daarna kijken welke personen daarbij passen en of dat lukt? Nee, het is normaal dat je eerst kijkt van met welke partijen wil je uiteindelijk een coalitie maken. En dat je pas als dat helder is, naar de inhoud gaat. En als je naar de inhoud het over eens bent, dat je dan gaat kijken van oké, wie worden onze bestuurders, met name dan in het college van BMW. Maar de inhoud is toch belangrijk, zou ik zeggen? Nee, dat klopt wel. Maar we hebben natuurlijk gezien het afgelopen jaar dat er behoorlijk wat gebeurd is in Breda. Dusdanig zelfs dat er in de gemeenteraad toch een hoop hectiek uiteindelijk is gekomen. Nou, het heeft nu geresulteerd in een breuk in het college, al na een jaar in deze collegeperiode. Nou, al dat oud zeer, daar moeten we eerst naar kijken. Dat moet eerst weg. Anders heb je uiteindelijk de komende 2,5 jaar die deze collegeperiode nog roept, krijg je diezelfde problemen weer in de gemeenteraad bij het bespreken van de belangrijke dossiers. En is het dan niet raar om maar met een selecte groep dat oude zeer te gaan bespreken? Zou je dan niet dat met alle partijen moeten doen? Nee, maar dat heeft de informateur Yves de Boer ook gezegd. Hè? Hij heeft gezegd, met deze vijf partijen zie ik de grootste kans dat er ook snel een nieuw college gemaakt kan worden die de stad gaat besturen. Hè, want daar zit de stad ook echt op te wachten. Aan de andere kant heeft hij ook gezegd, maar let wel, met de hele gemeenteraad, met alle fracties, zal het oude pijn echt besproken moeten worden. Want anders kan je niet als stadsbestuur volledig, hè, college en gemeenteraad, fatsoenlijk de besluitvorming doen en ook fatsoenlijk voor de stad vertegenwoordigen en de beslissingen nemen. Maar als ik het dan goed begrijp, er zit veel oud zeer. De onderlinge, de persoonlijke verhoudingen zijn niet best. Maar tussen deze vijf partijen het minst slecht of zo dan? Ja, het rapport van Yves de Boer geeft aan dat deze vijf partijen, dat hij de grootste kans heeft om een stabiel, daadkrachtig college te formeren. En daar ga ik op door. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om dat die partijen ook in elkaar het vertrouwen hebben. Nou, welke partij we ook pakken, welke partij Yves de Boer ook gesproken heeft. Er zijn toch wel een aantal dingen in het verleden gebeurd. Of direct na de verkiezingen, of nu met de breuk die GroenLinks heeft gemaakt. Die echt uitgesproken moeten worden voordat je door kan. Yves de Boer die raadde ook aan van nou, begin nou niet direct aan een nieuwe formatie. Doe het even rustig aan. Is dat nu een beetje wat u gaat doen? Rustig aan, eens praten, kijken wat er mogelijk is? Nou ja, met de vijf partijen zijn we het in ieder geval over eens dat we geen weken gaan wachten. Want je moet nu in ieder geval zorgen in het reces dat je alle tijd benut om dat oude zeer ook echt eruit te krijgen. Maar wat we ook natuurlijk met elkaar constateren is dat die periode om dat zeer op te lossen, dat gewoon ook tijd nodig heeft. Dus je moet ook met elkaar realiseren dat als je te snel wil gaan, dat je dat straks moet bekopen, dat je straks dan toch weer fricties krijgt. Dus je moet ook nu de tijd nemen om dat met elkaar ook goed uit te spreken. Dus het is eigenlijk van allebei wat. Wat is in grote lijn een beetje de planning? Nee, ik heb dus geen planning, want ik ga nu pas starten met om met die vijf partijen te spreken. En afhankelijk van hun input kan ik een plan maken van en hoe kunnen we dat het beste gaan doen.